Ja, Full Account is een advies- en accountantskantoor en al een aantal jaar gevestigd in Venlo en Tegelen. Maar onlangs werd ook in Venray aan de Noordhof een kantoor geopend. Full Account is meer dan een kantoor dat jaarrekeningen maakt voor bedrijven. En namens Full Account is hier John Straat. John, welkom. Dankjewel. Ja, wat doen jullie dan meer dan jaarrekeningen maken en administratie voeren voor ondernemers? Ja, jaarrekeningen is geschiedschrijven. Dan leg je vast wat iedereen al weet. Daar heeft de ondernemer van vandaag helemaal niks aan. Het gaat om real-time gegevens. Je moet kijken wat er vandaag gebeurt. Dat moet vastgelegd worden. Dat is een sturingselement waar iemand vanuit vertrekt. En daarnaast kijk je naar de toekomst. En de toekomst is tegenwoordig toch, ja, de horizon is niet meer 5 jaar, 10 jaar. Maar de horizon is 12 jaar, 18 maanden, 24 maanden maximaal. Daar moet je de ondernemer de tools voor geven om daar goed richting in te geven. Het is ook zo dat ondernemers niet alleen daarop geadviseerd willen worden, maar ook op zaken zoals waar moet ik nou eigenlijk naartoe? Wat is mijn doel van mijn onderneming? Want het is allemaal zo. Ja, het gaat allemaal zo snel. Wat gebeurt er allemaal voor dingen? Wat gebeurt er in de wereld? Kun je me daar ook in helpen? Kun je me meenemen? Een bedrijf is niet meer hoekig of rechthoekig of vierkant. Een bedrijf is organisch. Moet mee met alle ontwikkelingen die er zijn. En daar hoort die accountant, zeker die adviseur, die hoort daarnaast te staan. Dus het ontzorgen van die ondernemer met alles wat je in je hebt. En ook zorgen dat je de spil bent. En dus de spin in het web. Om specialisten om je heen te verzamelen. Om alle vragen die ondernemer heeft, om die te beantwoorden. En hem mee te nemen naar een goede toekomst. Dat is onze rol. Dat is een prachtig verhaal. Dank u. Ja. Heel even los van het praktische. Voor wie werken jullie zoal? Zijn dat kleine bedrijven, grote bedrijven? Je moet denken aan bedrijven van dus de bakker om de hoek, ja. Of de ZZP'er, nul mensen in dienst, maar wel ZZP'er die gewoon zijn geld verdient, tot zo'n 50 werknemers. Dat is onze markt. Oké, okay. En zijn jullie zelf een groot kantoor? Hoeveel mensen zijn er bij jullie in dienst? Het woord groot, ja, slaat dat op mensen of slaat dat op hetgeen waar je goed in bent? Wij zijn met 11 mensen. We hebben 2 mensen in Tegelen. We hebben er 8 in Venlo. En sinds 1 augustus is er dan 1 in Venray. Ja, maar dat ben jij niet? Dat ben ik niet. Nee. Want wie is dat Venrayse gezicht dan? Dat Venrayse gezicht, dat is Babette Verhallen. En Babette die zit hier, zit hier in de zaal. Heel goed, ja. Dag Babette. Ja. Ja, misschien dat je de volgende keer zelf een keer nog hier kan aanschuiven, wie weet. He? Dat is de follow-up natuurlijk. Ja, zo is dat. Dus ja. De volgende keer is dat nu vastgelegd. Ja. Hey, en die accountancy, ik ben echt absoluut een leek op dit gebied. Maar ik heb begrepen dat dat sterk onderhevig is aan allerlei veranderingen. Hoe heb je daarmee te maken? Wat zijn dan die veranderingen van de afgelopen tijd? Ja, dat heeft natuurlijk te maken met regelgeving. Enerzijds, dus de regels, ja goed, dat komt, dat lees je dan natuurlijk ook wel in de media, dat daar wel het een en ander verandert. Maar daarnaast is de verandering ook de grote verandering, de automatisering die er is. Wij doen toch van oudsher, laten we eerlijk zijn, repeterend werk. En al het repeterend werk, dat gaat eruit. Dat wordt geautomatiseerd, zoals dat ook in de bedrijven gebeurt. Ja. Want we gaan heel sterk in alles wat gerepeteerd of geautomatiseerd of gerobotiseerd kan worden. Daar hebben we geen mensen meer voor nodig dan? Dus we raken steeds meer in diensten. Ja. En die diensten die moet je vormgeven. Daar moet je ook zorgen natuurlijk enerzijds dat die automatisering klopt. Ja. Dus je back-office moet een heel sterk, goed back-office zijn, waar goede tools in zitten. Omdat wat ik straks zei, die dingen die je nodig hebt om te sturen, dat die er snel, adequaat, maar ook heel goed uitkomen met goede analyses. En daarnaast moet je zorgen natuurlijk dat de bewegingen die ondernemer maakt, dat je die mee ondersteunt. En want technologie, dat is belangrijk iets voor jou volgens mij. Mm-hmm. Heb je daar een praktisch voorbeeld van wat jullie al gebruiken en toepassen in jullie werk? Nou, alles is online. Ja. Dus is bereikbaar voor die ondernemer elke seconde van de dag all over the world. Mm-hmm. En daar kan hij inkijken, of kan hij dingen mee doen, kan hij dingen mee bewegen, kan hij zorgen dat hij up-to-date geïnformeerd is over alles wat zijn bedrijf behelst. En daarnaast kan hij ook gewoon onze vragen stellen. En dan zorgen wij dat binnen een afgesproken responstijd meteen beantwoord wordt. Mm-hmm. Dus dat iemand zegt, ik heb een probleem, dat ook binnen 24 uur of nog sneller opgelost wordt. Ja. Ik hoor jou net ook zeggen dat ontzettend veel regeltjes constant blijven veranderen. Wat ik me dan wel eens afvraag, word je daar niet gek van?
Of is dat juist waar jullie het van moeten hebben, dat al die regeltjes veranderen? Nou, regelgeving heeft in zich twee zaken natuurlijk. We spraken daar ook, ik geloof, in andere interviews was dat ook al aan de orde. Wat is het nou niet, zijn we niet overgereguleerd? Maar regelgeving is ook enerzijds goed, omdat je aan bepaalde zaken moet houden. Wij hebben een kern waarin we kwaliteit leveren. Mm-hmm. En die kwaliteit die wordt getoetst. Daarvoor zijn we aangesloten bij het MBA. En die toets vindt eens in de zoveel jaren plaats. En dan worden onze dossiers gelegd. En dan wordt er gekeken of wij ons werk goed doen. Mm-hmm. Daarnaast, als een cliënt ontevreden is, dan kan hij naar een tuchtraad stappen en daar zijn verhaal halen. En wij zijn onderhevig daaraan. Dat betekent dat dat in ieder geval een bepaalde vorm van kwaliteit biedt die waardevol is. Daarnaast, ja, als je zegt dat er zijn heel veel regels, ja, hebben we ook wel eens moeite mee, zeker. Ja, maar binnen die regels vind ik toch nog genoeg ruimte om de zaken op je eigen manier in te richten. Bijvoorbeeld als ik kijk naar dossiervorming. Je moet je dossiers klaar hebben. Je moet zorgen dat wat je maakt, dat je dat kunt onderbouwen met documenten. Mm-hmm. En dat kan op heel veel manieren. En als je dan een goede, adequate omgeving hebt die goed geautomatiseerd is, dan schuif je dat er mooi onder. En dan kun je toch op hele snelle manier kun je dat voor elkaar krijgen. Daarnaast, en dat is die automatisering, die zorgt ook voor de ondernemer voor een kostenreductie. Want je gaat naar je klant en dan ga je zeggen, let even op alle kosten, behalve op die van de accountant. Dat kun je natuurlijk niet maken. Je moet mee met die wereld. En dan moet je je eigen kosten ook onder de loep nemen. Nou, die kosten, net als vele andere ondernemers moeten offertes maken en worden afgerekend op die offerte. Je omschrijft goed wat je voor die dienst doet. En dat doen wij ook. Wij werken met vaste prijzen. Alles is fixed price. En dat is bij andere accountantskantoren niet zo? Veelal nog niet. En wat is fixed price? Fixed price is ook echt fixed price? Fixed price is fixed price. Dat geldt voor de jaarrekeningen en de normale fiscale aangifte, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dat soort zaken. Maar dat geldt ook voor additionele werkzaamheden. Mm-hmm. Als jij daar een vraag over hebt als ondernemer, dan zeggen we, oké, wil je dat je vraag beantwoord wordt? Dat kost je zoveel. Zeg maar ja of nee. Altijd vooraf. Nooit achteraf met een vervelende rekening komen. Ja, maar je had meer gevraagd. Of dat stond niet in het pakketje. Niks vervelender als dat. Oké, duidelijk. Een derde kantoor in Venray. Waarom? Dat is een goede vraag. Integendeel zijn we vorig jaar gestart met een klein administratiekantoor over te nemen. Dat is heel goed gegaan. Je merkt wel dat als je een kantoor overneemt, dat heeft ook een eigen cultuur, hoe klein dat het ook is. Mm-hmm. Daarnaast is het zo dat we hadden enkele klanten in Venray. Venray is voor ons niet vreemd. Daar gebeurt veel, zeker in ondernemerszin. Mm-hmm. Keizersveld is er, maar ook andere ondernemingsterreinen die ertoe doen, ook in de dorpen. Voor ons in ieder geval een gebied wat voor ons toch bekend was. En waar we ook de kans kregen, en dat is heel mooi, dat wij in de Noorderhof met verschillende ondernemers bij elkaar konden zitten. Want wij geloven in kruisbestuiving. Mm-hmm. Wij geloven in samenwerking. Wij geloven ook dat het nieuwe nemen is het geven. Het nieuwe nemen, dat klinkt geweldig. Ja, daar zal ik je direct ook iets van vertellen. Maar ja, we hebben maar heel kort, hè? Je hebt gezegd 5 minuten, ja, maar kon ook naar 7, heb je gezegd. Ja, jij dacht per antwoord. Maar we zitten in de Noorderhof met verschillende disciplines bij elkaar. Daar zit een notariaat, daar zit een vermogensadviseur, daar zit een automatiseerder, daar komt nog een verzekeringskantoor. En dat zijn de dienstverleners bij elkaar, die elkaar dan helpen bij de vragen die er zijn, maar die ook gewoon dan de ondernemer die binnenkomt, gewoon meteen kunnen helpen vanuit de verschillende disciplines. Dat is een fantastische kans om in Venray te starten. En dat ga je nu in Venray doen. Nou goed, in Venlo heb je al een kantoor, in Tegelen. Laatste vraag, waar gaat het eindigen? Binnenkort een vierde kantoor? Ja, nou niet all over the world. Nee, maar het kan een vierde kantoor zijn. Dat is groei is geen must. Het gaat erom dat je goed landt, dat je ook in Venray. Ik zeg, Babette Verhalle woont in Venray. We hebben een vacature uitstaan voor een relatiebeheerder voor ons kantoor hier in Venray. Graag willen we dat het iemand weer uit Venray mm-hmm. is. En dat gaan we maar eens eerst rustig uitbouwen. Dan gaan we zorgen dat daar de kwaliteit geleverd is waar ik zo net over gesproken heb. Dat is veel belangrijker. Als er daarna dan de mogelijkheid is om te groeien, dan zal ik dat zeker niet nalaten. Precies, maar de kwaliteit staat voorop. 100%. Goed zo. Mag ik jou heel veel succes wensen met jouw onderneming. Dank je wel. Dank je wel.